dat jullie kijken. Ik kwam net thuis en er zat een glitterend pakje in mijn brievenbus. En dat is deze. Ik hou mijn hand even op mijn adres, want dat is wel zo veilig. Dat ga ik niet op internet zetten. Maar kijk, het glittert en er zit iets in en ik ga het voor jullie openmaken. Ik heb deze gekregen van uitgeverij Moon Young Adult. Oh my god. Heel veel glitter. Een brief. Die ga ik straks lezen. Oh my god. Een boekenlegger. Eenzaam en extreem ver weg. Want dat is een boek wat binnenkort uitkomt. Fancy. Een kaart die ook glittert. Kijk. Super cool. En het boek waar het om gaat. Bam bam bam. Kijk dan. Oh my god. Ik ben nu al fan. Ik heb hem nog niet gelezen, maar hij ziet er echt super mooi uit. 1 juli verschijnt hij, dus dat is over 2 weken. Kijk. Oh. Zitten er nog meer glitters in? Oeh. Oké. Dat was het pakje. En het boek wat erin zat, samen met andere hele gave dingen, is dus Eenzaam en Extreem Ver Weg. Dat boek zal dus 1 juli verschijnen bij Moon. En ik ben er... ja, super, super enthousiast over. Alleen al omdat het boek glitters heeft. Ik bedoel maar. Dus ja. Ik ben benieuwd. Als jullie ook zoveel zin hebben in het boek, laat dan even weten in de reacties. Of heb jij hem al in het Engels gelezen? Laat het ook even weten. Ik heb super veel zin om het boek te gaan lezen. Young adult science fiction is natuurlijk helemaal hip. Er komen steeds meer boeken die over de ruimte gaan, zoals bijvoorbeeld Illuminae. En dit boek sluit daar toch bij aan. Dus ik heb heel erg veel zin om het boek te lezen. Bedankt Moon Young Adult voor dit hele toffe pakje. Met al deze glitters. Ik zal meteen moeten gaan stofzuigen, maar dat is helemaal prima. Want pakjes met glitters zijn altijd goed. Doeg!